Wij willen nog één ander gedeelte met elkaar lezen dat ook verband heeft met de Sabbat en dat is Matteüs 12. Matteüs 12 vers 1 tot 14. Evangelie naar Matteüs hoofdstuk 12 vanaf vers 1. Matteüs 12 vanaf vers 1. In die tijd ging Jezus op een Sabbat door de korenvelden. En zijn discipelen hadden honger en begonnen aren te plukken en te eten. En toen de fariseeën dat zagen, zeiden zij tegen hem, zie, uw discipelen doen iets wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbat. Maar hij zei tegen hen, hebt u niet gelezen wat David deed toen hij honger had en zij die bij hem waren? Hoe hij het huis van God binnengegaan is en de toonbroden gegeten heeft, die hij niet mocht eten, evenmin als zij die bij hem waren, maar alleen de priesters? Of hebt u niet gelezen in de wet dat de priesters op de Sabbatdagen de Sabbat ontheiligen in de tempel en toch onschuldig zijn? Ik zeg u echter dat hier iemand is die meer is dan de tempel. Maar als u geweten had wat het betekent, ik wil barmhartigheid en geen offer, dan zou u de onschuldigen niet hebben veroordeeld. Want de Zoon des Mensen is Here, ook van de Sabbat. En hij vertrok vandaar en kwam in hun synagoge. En zie, er was iemand die een verschrompelde hand had. En ze vroegen hem, is het ook geoorloofd op de Sabbatdagen te genezen? Dit om hem te kunnen beschuldigen. En hij zei tegen hen, welk mens onder u die één schaap heeft, zal het niet, als het op een Sabbat in een kuil valt, grijpen en eruit tillen? Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven? Daarom is het geoorloofd op de Sabbatdagen goed te doen. Toen zei hij tegen die man, steek uw hand uit. En hij stak hem uit en hij werd hersteld, gezond als de anderen. De fariseeën gingen weg en beraadslaagden tegen hem hoe zij hem om zouden kunnen brengen. Tot zover. Het lijkt misschien, als de heer Jezus hier in conflict komt met de fariseeën, dat Jezus zich keert tegen het Sabbatsgebod. Maar dat is helemaal niet zo. We zullen zien vanmorgen dat hij het Sabbatsgebod juist bevestigt en dat hij de ware bedoeling van de Sabbat naar voren brengt. En dat hij ook precies in de geest van de Sabbat handelt. Het is een belangrijk punt dat wij begrijpen dat als Jezus botst met schriftgeleerden en fariseeën, met religieuze leiders uit zijn tijd, dat Jezus zich daarmee niet keert tegen Mozes, hij keert zich niet tegen het Oude Testament, hij keert zich niet tegen de wet of tegen de tempel, maar hij keert zich tegen de te ver doorgeslagen godsdienst uit zijn tijd. Hij keert zich tegen de vormendienst, tegen het wetticisme, tegen de door mensen verzonnen regeltjes die bij de wet zijn gevoegd. Hij kiest zich tegen de verkeerde dingen in het Jodendom. Hij keert zich tegen de verkeerde dingen in het Jodendom. Maar hij keert zich niet tegen de wet. En daarom is het goed dat wij ons ook verdiepen in de wet, want die wet is voor ons ook openbaring van Gods wil. Nou, iets over de achtergrond van het Sabbatsgebod. Het is een heel mooi onderwerp. Ik wil vanmorgen met jullie nadenken over de Sabbat als teken van de verlossing. Of de Sabbat als teken van het nieuwe leven. Israël was 400 jaar lang een volk geweest dat gegroeid was in Egypte natuurlijk. Dat groot was geworden in Egypte, maar dat op een gegeven moment een slavenvolk was geworden. Ze waren in het slavenhuis Egypte terechtgekomen. In Egypte waren ze in een toestand van slavernij terechtgekomen. Het was een slavenvolk geworden. En daar moesten zij altijd werken. Heeft u er wel eens over nagedacht dat Israël in Egypte helemaal niet een vrije dag had? Geen vrije dag. 7 dagen per week, 365 dagen per dag werken. Dag in dag uit moest er geploeterd worden om het Egyptische Rijk op te bouwen, om de piramides te bouwen, tot meerdere eer en glorie van de farao en zijn rijk. Altijd maar moesten er weer stenen gebakken worden,
Er moest het materiaal verzameld worden om die stenen te bakken. Er moest gesjouwd en gewerkt worden. En als dat zo is, als de mens geen rustdag heeft, als er geen sabbat is, als wij niet leren zoals het boek Prediker ook zegt, dat we regelmatig moeten stoppen met werken, dat we gewoon gaan zitten om te zijn en om het leven te vieren. Als dat niet zo is, dan wordt de mens een soort werktuig. Je kunt mensen gaan beschouwen als werktuig. En in sommige situaties waar mensen onderdrukt worden, ook vandaag de dag is er slavernij, is er veel slavernij nog steeds in de wereld. Maar als een mens als een werktuig wordt beschouwd en behandeld, dan wordt daarmee hun mens zijn ontkend. Als er zo met je wordt omgegaan, dan ga je daaraan kapot. Als wij mensen alleen maar zien in termen van hun productiviteit en hun economische nut, dan gaat het helemaal mis. Dus de 24-uurseconomie, die verandert onze hele kijk op het leven. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Je kunt zo ook met jezelf omgaan, jezelf zo behandelen. Dat je vooral naar jezelf kijkt in termen van doen. En dat je af hebt geleerd om gewoon te zijn. Dat je jezelf niet meer kan zien als iemand die gewoon is. En dat je anderen niet meer ziet om wie ze zijn, maar dat je anderen alleen maar beoordeelt op grond van wat ze kunnen doen en wat ze doen en wat ze voor elkaar krijgen in het leven. Daarom zegt God tegen Israël, als ze zijn verlost, het is ook zo mooi, het sluit zo mooi aan bij dat begin van Exodus 20. Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. God heeft Israël verlost uit dat slavenhuis. Ze zijn niet meer een slavenvolk. Ze zijn nu een vrij volk. En als vrij volk mogen ze een dag in de week stoppen met werken. Niet als een verplichting, maar als een genot. De Sabbat wordt in de Bijbel ook een verlustiging genoemd. Jesaja 58. Indien uw voet van de Sabbat terughoudt, ermee ophoudt om op mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt. Indien u de Sabbat een verlustiging noemt, opdat de Heere geheiligd wordt, die geëerd moet worden, dan zult u vreugde scheppen in de Heere. Hier wordt de Sabbat een verlustiging genoemd om vreugde te scheppen in de Heere. Dus voor ons even gelijk een doorvertaling naar ons leven hier en nu. We hadden het er gisteren toevallig nog even over thuis, toen iemand die bij ons was zei dat hij van jongs af aan de zondag altijd de saaiste dag van de week vond en soms nog steeds vindt. En ik zal u zeggen, ik heb dat veel christenen horen zeggen. Ik heb veel christenen horen zeggen, voor mij is eigenlijk de zondag de minst aantrekkelijke dag van de week. Dan is er iets fundamenteel mis in onze beleving en onze viering van de zondag. Zo is het absoluut niet bedoeld. Het is niet bedoeld als een dag waarop je niks mag en dat je daarom het als een saaie dag ervaart. Het is bedoeld als een verlustiging, om vreugde te scheppen. Je bent geen slaaf. Je bent niet een werktuig. Je leeft niet om te werken. Maar je werkt om te leven. En het gaat om het zijn. Geen dwangarbeid meer. Een dag om op adem te komen. Om geestelijk, lichamelijk en emotioneel tot verkwikking te komen. En dit is de kern wat ik nu ga zeggen. De Sabbat is bedoeld als een dag van genezing, van herstel. Om het leven te bewaren, om van het leven te genieten. Niet alsmaar doordraven. En ook niet die rustdag zien als een noodzakelijk kwaad voor 6 dagen werken. Niet zo van, ja, ik moet 1 dag rusten, want dan kan ik 6 dagen effectiever werken. Niet die ene dag ten dienste van die 6 dagen. Dat is ook wat heel erg in ons systeem zit, denk ik. Maar zo denken ze in het Jodendom daar niet over. In het Jodendom is het andersom. 6 dagen lang leven ze toe naar die ene dag die het hoogtepunt van de week is. 6 dagen lang kijk je uit naar die ene dag, want je bent niet een slaaf.
maar je mag genieten. Je mag genieten van God en van je medemens. Je mag gewoon gaan zitten om te zijn. Dat is ook zo mooi als je op vrijdagmiddag, vrijdagavond, bij het begin van de Sabbat, want in het Jodendom begint de dag met de avond. Als je dan bij de westelijke muur bent in Jeruzalem, sommigen van jullie zijn daar misschien geweest, en dan zie je de vreugde van de orthodoxe Joden. Dat is de meest bijzondere tijd van de week om bij de westelijke muur te zijn. En dan zie je dat er heel veel, ook jonge mannen en jonge vrouwen, die komen daar in grote getallen aan. En dan dansen ze en ze zingen en ze zijn uitbundig blij. En het beeld wat altijd ook gezegd wordt bij de uitleg van wat de Joden dan doen, is dat ze de Sabbat verwelkomen zoals een bruidegom een bruid verwelkomt. Nou, een van de mooiste momenten in mijn leven was dat ik voor in de kerk stond naast de dominee, toen ik 24 jaar oud was. En dat mijn schoonvader met zijn dochter de kerk binnenliep. En dat mijn vrouw naar mij toe kwam en dat ik haar zag. Schitterend schoon, prachtig. En dat ik op die dag uit Gods hand een vrouw mocht ontvangen. Ik ontving op die dag mijn vrouw uit Gods hand. En ze kwam naar mij toe. Dat is toch een van de meest bijzondere en vreugdevolle momenten uit mijn leven geweest. En dat is het beeld wat orthodoxe Joden gebruiken voor de Sabbat. Ze verwelkomen de Sabbat zoals een bruidegom zijn bruid verwelkomt. En het belangrijke punt ook is dat God dus uit liefde deze dag heeft gegeven. Het is een blijk van Gods barmhartigheid. Barmhartigheid betekent dat er een antwoord is op onze nood. En onze nood is dat wij vaak ook moe worden, dat we lichamelijk en emotioneel en geestelijk ook inderdaad uitgeput raken. En in antwoord op die nood geeft God die ene dag aan zijn volk en ook aan ons als volgelingen van Jezus. Dus de geest van de Sabbat is liefde. De geest van de Sabbat, de hele sfeer van de Sabbat is dat God van de mensen houdt en dat God de mens wil herstellen en dat het een dag van verkwikking is. En liefde is de vervulling van de wet. Nogmaals, als wij terechtkomen in een 24-uurseconomie, dan verandert er meer dan onze agenda. Onze hele filosofie op het leven verandert. Onze kijk naar onszelf, ons kijken naar onze medemensen en onze kijk op het leven verandert als wij niet hebben geleerd een dag in de week radicaal te stoppen met presteren. En even gelijk een hele concrete toepassing. Even concreet, ik geloof niet dat wij geroepen zijn om per se op de Sabbat op zaterdag te rusten. In de geschiedenis van de kerk is natuurlijk de zondag de rustdag voor christenen geworden. En ik geloof niet dat we daar per se een punt van moeten maken. Sommige christenen doen dat wel, dat mag ook. Je mag ook ervoor kiezen om op zaterdag te rusten, maar blijf dan op zondag wel met je broeders en zussen bij elkaar komen in de kerk. Want de eerste dag van de week is sowieso de dag waarop christenen in het Nieuwe Testament bij elkaar kwamen. Dus als je moeite hebt met de zondag als rustdag, ga dan op zaterdag rusten, maar blijf gewoon hier op zondagmorgen komen. En ga dan zondagmiddag gewoon de was doen en weet ik veel wat je wil doen. Om te werken. Prima wat mij betreft. Maar de meeste christenen hebben gewoon de zondag als rustdag. Maar het punt is dit. Jij hebt één dag in de week nodig waarop je opstaat zonder een lijst met actiepunten in je hoofd. Zonder dat je doelen wil bereiken. Zonder dat je moet presteren. Zonder dat je denkt, ik moet nog dit en ik moet nog dat en ik moet nog zus en ik moet nog zo. Je hebt één dag in de week nodig waarop je op adem kan komen. Waarop je bij kan komen. En je doet jezelf tekort als je jezelf die dag niet geeft. Dus nogmaals, als het gaat om zondagsheiliging, of als het gaat om het Sabbatsgebod, gaat het niet om, ja, dan mag je een heleboel dingen niet, of dan moet je je wel aan heel veel regels houden, maar het gaat erom dat je ervan geniet. En dat je het zo inricht dat je niet meer als christen zegt, ik vind het de meest saaie dag van de week. Maar dat je het als een feest gaat ervaren. Dat is de bedoeling. Op deze dag
kunnen allerlei dingen die op de andere dagen niet kunnen. Op de andere dagen ben je zo door de zorgen van het leven in beslag genomen, dat je gemakkelijk God vergeet en aan elkaar voorbij gaat. Maar op deze dag vergeten wij God niet en gaan we ook niet aan elkaar voorbij. Op deze dag kunnen wij gewoon zitten zoals we hier vanmorgen doen en van God genieten en hem aanbidden en naar hem kijken en zijn woord tot ons nemen en daardoor opgebouwd worden. Maar we kunnen ook gewoon elkaar eens in de ogen kijken. En als we zo meteen naar huis gaan, dan kunnen we om de tafel zitten. Hebben we de tijd om eens wat meer met elkaar te praten. En gewoon naar elkaar te vragen en bij elkaar te zijn. En zelf ook gewoon verkwikt te worden. Samen zijn met God en met elkaar. Dat kan op deze dag. Zie deze dag als een dag waarop je schitterende gelegenheden hebt die God je geeft uit zijn barmhartigheid voor jou. Luister naar deze woorden. Mijn zoon die noemde dit, wat hij was tegengekomen in een boek wat hij moest lezen voor zijn studie. Deze auteur zegt: ik ben onlangs een onderzoek tegengekomen die door een onderzoek uitgevoerd door een dokter. En dat ging ook, en daar ging het ook over wie zijn de gelukkigste mensen op aarde. Nou, helemaal aan de top van de lijst, of in de top drie, was een groep christenen. Zij worden de zevende-dags Adventisten genoemd, die erg streng zijn, die letterlijk ook het sabbatsgebod nemen. Nogmaals, het gaat mij er vanmorgen niet om dat we op zaterdag moeten rusten, maar hier worden wel de zevende-dags Adventisten genoemd. En deze dokter ontdekte dat deze christenen die zo duidelijk zeggen, dit is een afgeschermde dag, dit is een andere dag, hij heeft ontdekt dat deze mensen gemiddeld 10 jaar langer leven. En toen is hij gaan tellen, als je je leven lang, ongeveer 70, 80 jaar leef je, echt 1 dag in de week rust en je telt al die dagen op, 70 jaar lang 1 dag echt rusten, kom je uit op 10 jaar. Dus de dag dat je rust, kan je er ongeveer op rekenen dat je die dag langer zult leven. Dus het heeft helemaal geen zin om maar door te draven. Bovendien, de laatste keer dat een maatschappij heeft geprobeerd om een week van 7 dagen te doorbreken, was tijdens de Franse Revolutie. Toen zijn ze overgestapt op een 10-daagse werkweek om de productiviteit op te schroeven. Vanwege de opkomst van het proletariaat. En wat was er? Wat gebeurde er? Een ramp. De economie stortte in. De zelfmoordcijfers die schoten omhoog. En de productiviteit ging naar beneden. Als je meer dan 50 uur gaat werken, er is geen verschil in productiviteit tussen iemand die 50 uur per week werkt en iemand die 70 uur per week werkt. Als je na 50 uur per week doorgaat werken tot 70 uur, dan bereik je niet meer. 50 uur is precies 6 dagen werken. Dus de wetenschap bewijst dat wat God leert in zijn woord, dat het absoluut het beste is voor de mens. We kijken naar Matteüs 12. Jezus ging op een sabbat door de korenvelden. En zijn discipelen hadden honger en begonnen aarde te plukken en te eten. Nou denken we natuurlijk, zo, wacht even, ze gingen dus door de korenvelden van iemand anders. En ze namen zomaar van de aren van iemands anders akker. Jezus was daarbij, ze nemen gewoon wat van die aren. Maar de Bijbel laat daar ruimte toe. In Deuteronomium 23, vers 25 staat geschreven: wanneer u in het staande koren van uw naaste komt, mag u met uw hand aren plukken, maar u mag niet de sikkel slaan in het staande koren van uw naaste. Dus Jezus kende zijn Bijbel. Hij wist gewoon dat Deuteronomium 23, vers 25 dit zegt. Je mag met de hand aren plukken. Alleen je moet natuurlijk niet je oogstmachine uit de schuur gaan halen om de akker van je naaste te gaan leegoogsten. Dat is niet de bedoeling. Niet de sikkel gaan gebruiken. Maar als je honger hebt, en daar gaat het om, dan mag je mag dat doen. En Jezus doet het op de sabbat. Maar de fariseeën, die stijgeren. Toen ze dat zagen, zeiden ze tegen hem: uw discipelen doen iets wat niet geoorloofd is te doen op de sabbat. En hier komen we het probleem tegen dat mensen vaak wettisch worden.
dat verplichtingen en bepalingen zo opgevoerd worden en vermenigvuldigd worden, dat het niet meer leuk is. Ik heb gelezen in het boek van Evert van der Pol over de feesten van Israël, dat in het Jodendom van Jezus' tijd, dat er maar liefst 1521 geboden waren die geformuleerd waren rondom de Sabbat. 1521 geboden over de Sabbat. Nou, dat was om iedere overtreding uit te sluiten. Maar je begrijpt natuurlijk wel dat als je je aan al die geboden moet houden rondom de Sabbat, dat het weer een zware last wordt. Dat het een hele opgave wordt om je aan het Sabbatsgebod te houden. En dan ben je weer teruggevallen in de geest van Egypte. Begrijp je dat? Dan val je weer terug in het presteren op de Sabbat. Dan ben je de hele tijd bezig met, doe ik het wel goed op die dag? Ben ik wel goed bezig? Mag dit wel? Mag dit wel? Mag dit niet? Dat is allemaal zo wettisch. En we weten ook dat het christendom soms daarin is vervallen. Misschien is dat wel de reden dat zoveel christenen ergens zeggen, ja, die zondag vind ik de meest saaie dag van de week. Omdat er misschien allerlei regeltjes bij verzonnen zijn die helemaal niet overeenkomstig de geest en de sfeer van de Sabbat zijn. Omdat het zo uiterlijke vormendienst ook voor ons is geworden. En onderwijl zijn we bezig ons aan verplichtingen te houden op die dag. En dat is nog net niet de bedoeling van die dag. Jezus zei ook, de mens is er niet voor de Sabbat. Je bent niet geroepen om de Sabbat te dienen. Je bent niet geroepen om je 1521 geboden te houden op de Sabbat. Als een zware opgave die je moet vervullen. Nee, de mens is er niet voor de Sabbat. De Sabbat is er voor de mens. Die dag is aan jou gegeven. Als een geschenk van God. Als een bruid aan de bruidegom. Als een teken van Gods barmhartigheid voor jou. Hij kent jou en hij wil jou goed doen. Hij heeft je lief en wil je geven wat je nodig hebt. En Jezus noemt daarom ook enkele voorbeelden uit de Bijbel, waaruit blijkt dat je niet zo technisch en absolutistisch met de wet mag omgaan. De fariseeën doen er dus moeilijk over dat Jezus op de Sabbat aren plukt. Ze reiken uit naar die aren en ze nemen dat even van het veld, zoals je een appel van een boom kan plukken. En dan zeggen de fariseeën, wacht eens even, jullie zijn aan het werk op de Sabbat. Zo absolutistisch waren ze, niet werken. Maar Jezus haalt dan aan twee voorbeelden uit de Bijbel, uit de Joodse Bijbel, uit het Oude Testament, waaruit blijkt dat het mogelijk is dat je je soms niet houdt aan de letter van de wet en toch onschuldig bent. Dat je eigenlijk doet wat niet mag, maar dat je toch niet de wet overtreedt. Namelijk David, die moest vluchten. En toen kwam die bij de priester, het was geloof ik Abimelech. En het enige wat het eten was, ze hadden honger. En ze waren opgejaagd en ze hadden dagenlang niet gegeten. En ze waren helemaal uitgeput. En het enige brood wat er was, dat waren de toonbroden die alleen maar de priester mocht eten. En toch heeft de priester toen die toonbroden aan David gegeven. Waarom? Omdat er een nood was die geledigd moest worden. Omdat die mannen bijna stierven van de honger. En dan is er brood. En dan ga je toch niet zo technisch en absoluut met die wet om. De priester gaf die broden gewoon. Want God is een God van barmhartigheid. En hij zegt, ik wil barmhartigheid en geen offers. Je moet niet zo wettisch doen. En het tweede is dat de priesters zelf op de Sabbat dienen in de tempel. Je mag niet werken op de Sabbat. Ja, maar de priesters zijn geroepen om op de Sabbat juist te dienen in de tempel. Zodat ik ben geroepen om op zondag te preken. En ik preek 2 of 3 keer op zondag. Dus zondag is voor mij ook niet echt de rustdag. Maar ben ik dan een sabbatschender als ik op zondag mijn werk doe? En dat met de priesters ook. Dus je moet dingen in zijn context, moet je ze zien. Een heel schitterend voorbeeld daarvan vind ik dit. Dat ik heb een keer gehoord van een, misschien weten sommigen van jullie dat wel, van een boek dat gaat over de regels voor het varen op het water. En ik heb niet mijn vaarbewijs, maar sommigen van jullie wel. Maar ik heb begrepen dat als je dus vaart op het water met je boot, met je speedboot of met je zeilboot of wat dan ook. En dan zijn er natuurlijk regels. Stuurboord gaat voor bakboord. Dat weet ik dan toevallig wel, als je zeilt. Maar ik heb begrepen dat er in dat boek, in het theorieboek staat, mocht het nodig zijn om een gevaarlijke situatie te vermijden,
om een leven te redden, om deze regels te overtreden, wilt u dan alsjeblieft de regels overtreden? Je moet de regels overtreden als dat nodig is om een leven te redden. Je kunt wel koet-koet aan de regel vasthouden, maar als je ziet dat de situatie vraagt om een andere gang van zaken, dan moet je dat doen. En dat is wat Jezus hier ook zegt. Dus Jezus plukte op de Sabbat wel deze aren. Waarom? Omdat er een nood was. Er was verkwikking nodig. Jezus doet precies datgene dat waarvoor de Sabbat is bedoeld. Namelijk dat de discipelen tot verkwikking komen. Dat ze weer op krachten komen. En daar is de Sabbat voor. En dan zegt hij ook, iemand die meer is dan de tempel is hier. De Sabbat is dus een teken van Gods barmhartigheid. Het gaat in de wet om barmhartigheid en niet om godsdienstigheid. Het is een dag die bedoeld is om de liefde van God door te geven. Dat is de geest van de wet. De geest van het Sabbatsgebod. Nogmaals, altijd, de geest van de wet is liefde. De geest van de wet is altijd liefde. Liefde is de vervulling van de wet. Als je op de Sabbat zo, als je op de zondag zo streng bent, dat de liefde verkilt, dan gaat het mis. Als christenen zo strikt zijn in het onderhouden van regels voor de zondag, dat er geen sfeer is van liefde en fijn je te ontmoeten en aandacht voor elkaar. En wat heb je nodig? Wat zijn je noden? En hoe kunnen die noden geledigd worden? Dat is de sfeer van de Sabbat. Herstel. Vernieuwing. Liefde geven en liefde ontvangen. En genieten. Genieten van alles wat God geeft en van hemzelf. Nou, in het tweede gedeelte van wat we hebben gelezen, ik moet afronden, want we gaan zo meteen ook het avondmaal vieren, maar dit is zo duidelijk, dat de mensen die dus zo naar Jezus kijken, vanuit een overdreven godsdienst, die kijken heel kritisch naar hem, en hun hart is eigenlijk helemaal niet vervuld met liefde. En dan stellen ze hem een vraag, maar ze stellen die vraag om hem te kunnen beschuldigen. Dus ik heb net gezegd, de geest van de wet, de geest van het Sabbatgebod is liefde. Maar de fariseeën kijken naar Jezus zonder liefde. En ze stellen hem een vraag om hem ergens op te kunnen pakken. Eigenlijk is hun hart vervuld met venijn. Ze zijn o zo streng, ze zijn o zo formeel, ze zijn o zo orthodox, zou je kunnen zeggen, wat betreft de regels. Maar ze zijn helemaal niet vervuld met liefde. Want ze willen Jezus laten struikelen. Ze willen dat hij iets doet of zegt waarop ze hem kunnen beschuldigen. Dus stellen ze de vraag, is het geoorloofd op de Sabbat te genezen? Want dan zijn ze in de synagoge en daar zit een man met een verschrompelde hand. Die man heeft, zijn hand doet het helemaal niet. Misschien is hij zo geboren of is er iets gebeurd. Hij kan zijn hand helemaal niet gebruiken. En dan zegt Jezus, stel dat er op Sabbat een schaap in een kuil valt. Haal je dan dat schaap eruit of laat je dat schaap dan een dag lang zitten in die kuil? Laat je dat schaap in die put zitten, laat je dat schaap verdrinken. Als er een noodsituatie is, net als wat ik net zei, als je op het water in een situatie komt waar iemand in gevaar komt, dan moet je de regels overtreden om dat leven te redden. Als er een schaap in een kuil valt, dan haal je dat schaap er toch uit op Sabbat? Want de Sabbat is toch bedoeld om leven te redden en leven te herstellen? Hoeveel te meer gaat een mens een schaap te boven? Daarom is het geoorloofd op Sabbatdagen goed te doen. Dus, en dan zegt Jezus tegen die man, er zit ook iets heel subtiels in. Namelijk, Jezus zegt tegen de man, steek uw hand uit. Maar dat is nou precies wat hij niet kon doen. Zijn hand was verschrompeld. Steek hem uit. Er zit ook wel de boodschap van genade in. Het is God die het uiteindelijk doet, maar hij vraagt wel wat van ons. Dus de boodschap van genade betekent niet dat er niks van ons gevraagd wordt. Jezus zegt tegen ons geloof. Hij zegt, zie op mij. Kijk naar hem, zegt God van zijn zoon. Hij zegt dingen tegen ons. Geloof.
Neem het aan. Bekeer je. Hij vraagt dingen aan ons. Dat kunnen wij niet. Deze man kon zijn verschrompelde hand niet uitstrekken. Maar Jezus vroeg het wel van hem. En hij doet het toch. Hij komt toch in beweging. Op de een of andere manier. Misschien alleen maar steekt hij zijn arm omhoog. Een wonder boven wonder. In één keer kan hij zijn hand uitstrekken. En zijn hand werd gezond, hersteld als de andere. Jezus handelt in liefde. Jezus handelt om het leven te herstellen op de Sabbat. Jezus ziet de nood van zijn medemens en ledigt die. Jezus komt de mens tegemoet. Wat een Sabbat voor deze man. Dit is nog eens een Sabbat. Wat een zegen, wat een genade. Die man was natuurlijk dolblij. Ik ben genezen. Ik kan mijn hand weer gebruiken. Wat een liefde van Jezus. Precies waar de Sabbat voor bedoeld is. Die man die zal voortaan houden van die Sabbat. Die man zal nooit meer zeggen dat is de minst fijne dag van de week. Hij zal de rest van zijn leven die dag vieren dat Jezus zijn hand heeft genezen. Want hij heeft dus de essentie van de Sabbat begrepen, namelijk herstel, verlossing, nieuw leven. Dat is precies waar de Sabbat voor is bedoeld. En wat doen de Farizeeën? Ze beraadslagen tegen hem hoe ze hem om zouden kunnen brengen. Precies het tegenovergestelde van de bedoeling van de Sabbat. Ziet u dat? Dit is zo scherp. Jezus doet precies waar de Sabbat voor bedoeld is. Maar de Farizeeën, terwijl ze de mond vol hebben van het zich houden aan de Sabbat en een ander veroordelen omdat ze volgens hen, hij zich niet houdt aan de Sabbat. De Farizeeën veroordelen Jezus, zeggen je houdt je niet aan de Sabbat. Terwijl Jezus volledig in de geest van de Sabbat handelt, zijn ze zelf mensen die op de Sabbat een plan beramen om iemand om het leven te brengen. Wat nou totaal niet Gods wil natuurlijk is. Dat gaat volkomen tegen Gods wil in. Nogmaals, het gebrek aan liefde maakt dat ze sabbatschenders zijn. En Jezus laat de ware bedoeling van de sabbat zien. Hij laat de grote liefde van God voor de mensen zien. De Heere God is uit op uw herstel. Genade en vrede zij u van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Mogen wij zo ook de zondag ervaren als een dag waarin ons leven wordt hersteld. Ik denk dat ik het zo langzaamaan een beetje leer. Gisteren is het mij goed gelukt. Vrijdagavond ben ik radicaal gestopt. Ik had een behoorlijk stressvolle week. Vanwege bepaalde dingen. Maar mijn vrouw zei ook, nu is het klaar. Dan helpt ze me ook. Je stopt volledig. Heel rustig aangedaan gisteren. Niet gestreefd. Niet dingen willen bereiken. Tijd met mijn zonen doorgebracht. Gewandeld in de natuur. Gelezen. Ik ben zo verkwikt gisteren. Vannacht goed geslapen. En ik merk nu dat ik totaal anders in mijn vel zit dan afgelopen vrijdagmiddag. En dat is een geschenk van God. Voor mij is het de zaterdag. Dat heb ik al sinds ik predikant ben geworden, omdat ik op zondag werk. Maar u heeft ook zo'n dag nodig. Ik sluit af met deze woorden van Evert van der Pol. De mens is er niet voor de Sabbat, maar de Sabbat is er voor de mens. Niet een dag om te presteren, maar om te rusten in wat God voor je doet en om je te verlustigen in wat hij je schenkt. Een dag van gein, het Hebreeuwse woord voor genade. Het Hebreeuwse woord voor genade is gein. Gelukkig is dit besef in het Jodendom bewaard gebleven, want daarin geldt de Sabbat als dé dag om gein te hebben met elkaar, of elkaar een wits te vertellen, elkaar een grap te vertellen, je te ontspannen, familie te bezoeken, met je vrouw naar bed te gaan. Een dag die bedoeld is om te genieten van de goede dingen. Dan zal God van zijn kant extra genieten van ons. De discipelen mogen van Jezus aardeplukken op de Sabbat. Er mag veel, want voor Jezus is het essentieel dat het onderhouden van de Sabbat een zaak van het hart is. Het is een liefdeoffer aan God en geen dag van regeltjes. Halleluja.